Succes! Vierdaagse 2017 is begonnen! Om alle vroegte van de 18 juli 2017 gaat de 101ste Vierdaagse van start. Trek op dag 1 over de Waalbrug. In de vroege ochtend. En we gaan daarna meteen de dijk over. Vroeger kwamen we terug over de dijk. In de brandende hitte was het toch een minder idee. Nu pakken we de dijk meteen in de vroege uren en keren we terug op Bemmel. Er was wat vreugde bij de horecaondernemers in Bemmel, maar ook wat teleurstelling bij de horecaondernemers in Oosterhout, die nu hun beste dag van het jaar mislopen. Goedemorgen, we zijn een kilometer of 10 onderweg. We hebben de dijk Oosterhout gehad. We zijn op weg naar Valburg. En een hele lekkere start gehad. De beentjes voelen goed. Het is ochtend geworden, de zon is op. Heerlijk wandelen hier ten noorden van Nijmegen. Dus in de kerktoren van Valburg. Opdoemen boven de boom. Het is deze eerste dag, de dag van Elf. Het is deze eerste dag van de Vierdaagse Blauwe Dinsdag. Ook wel de dag van Elf. Elf is een plaats in de Over de Betuwe. Elf kleurt vandaag blauw. Om vroeg in de ochtend de Vierdaagse deelnemers een heel gastvrij en gezellig welkom te eten. Met 50 kilometer lopen we ook een lus, een eenzame lus die de 30 en de 40 niet lopen. Nou, tijdens het wandelen heb je natuurlijk tijd om ook wat na te denken. En ik wil elke dag in de lus een stelling behandelen. En vandaag is de stelling waarom het vak van interim financial eigenlijk het mooiste vak is wat er is. Nou, ik vind je hebt een unieke kans om kortstondig bij een bedrijf in de keuken te kijken. Daar een steentje bij te dragen en dingen op poten te zetten, te verbeteren, te continueren. Uiteindelijk kun je jezelf dan weer overbodig maken en weer plaatsmaken in de hoop dat de organisatie blijvend geholpen of verbeterd is. Of je kan jezelf onmisbaar maken. Dat is ook een mogelijkheid, verleidelijk. Aan de andere kant, je komt zo op plekken waar je anders nooit zo snel zou kunnen komen. Als je een vast dienstverband aangaat, dan zit je toch wel voor een langere tijd vast. Dan kun je wel iets heel moois opbouwen. Maar de kans om in kortere tijd zo meerdere bedrijven te leren kennen en ook als externe een frisse kijk op het geheel te geven, ja, dat maakt het voor mij heel erg mooi. Al moet ik toegeven dat het ook wel iets heeft om iets op te bouwen met collega's, goede contacten en ook een klein beetje te kunnen oogsten. Als je ook iets van je werk, ja, dat je daar ook iets van mag genieten. Goedemorgen! Nou, dat was de stelling voor vandaag. We gaan verder. We zijn ruim over de helft op weg naar Huissen. Dankjewel. Deze beelden mogen niet verspreid worden, hè? Zal ik niet doen, hoor. Oké, hoor. Vandaag staan ook mijn moeder en mijn vrouw, mijn dochters en mijn zoon langs de lijn. En dat is natuurlijk een enorme stimulans om te lopen.
De eerste dag zit erop. Geweldige wandeldag gehad. Ten noorden van Nijmegen. Uiteindelijk een uurtje of 9 gewandeld. En ja, de voetjes die voelen heel goed. Ik denk dat we dit echt een cadeautje kunnen noemen. Ja, we gaan nu even uitrusten. De voetjes en de benen rust geven. En morgen in alle vroegte dan melden we ons weer. Tot later!